Het was een makkelijke overwinning tegen FC Ommen. Ja, nee, klopt. Met name in de eerste helft. We wisten eigenlijk wel waar de overtal kwam. Die kwam er ook en vanuit daaruit konden we eigenlijk wel heel veel kansen bij elkaar spelen. Uiteindelijk maken we in de eerste helft denk ik 3. Had misschien nog wel 1 of 2 bijgekund, maar 3-0 met rust is prima. De eerste die kwam al snel, dat werkt natuurlijk ook mee. Ja, en ook eigenlijk op de plek waar we wel verwachten dat de vrije ruimte kwam. En die kwam er dan ook. Ja, goede, volgens mij meegelopen van Leon. En een heerlijke goal denk ik gelijk die 1-0. Heb je gedacht van tevoren dat het zo makkelijk zou zijn? Ommen zet wel op een bepaalde manier de druk, waardoor zij elders op het veld veel ruimte laten. Dus daar hadden we wel rekening mee gehouden. Ja, dat het dan gelijk zo goed uitpakt, dat is natuurlijk dat is altijd afwachten. Maar ik had er van tevoren wel echt een goed vertrouwen in. We wisten eigenlijk wel exact wat er ging gebeuren op het veld. En jullie scoren ook op mooie momenten, hè? We zijn goed halverwege de 2-0, was een mooie trouwens. Ja, van Tom. Ja, was een klasse goal. Ja, ik denk met corners zijn we sowieso wel gevaarlijk. In dit geval was het een afvallende bal, maar met zijn chocoladebeen poft hij hem heerlijk binnen. Dus dat is dan wel lekker. Ja, en kort voor rust wordt de wedstrijd beslist. Ja, ik denk dat we daarvoor hadden wel wat momentjes dat we denken dat we moeten scoren. Rennie had er ook eentje voor, eigenlijk voor open doel volgens mij in het intikken. Maar goed, hij stelde later goed, vond een goede kopbal tegen de raads ingekoopt. Klasse goal, wedstrijd beslist. De tweede helft was eigenlijk wat dat betreft niet meer veel aan. Nee, wij hoefden niet meer en zij konden misschien niet meer, denk ik. Het werd wat opportunistischer van beide kanten en dan is het eigenlijk gewoon uitvoetballen. En ik vind het knap dat we niks hebben weggegeven in de tweede helft. Creëerden jullie niet een beetje te weinig in die tweede helft? Ja, het was wel met name aan de bal hadden we wel een aantal keren dat we dan in de tegenstoot gewoon onze spitsen gewoon minder goed vonden dan in de eerste helft. En als je die eenmaal namelijk gevonden had, dan kwam eigenlijk het veld open te liggen. Maar dat lukte in de tweede helft gewoon matig. Ik weet niet wat het is. Misschien is het ook een stukje vermoeidheid, een stukje... Zeg het maar. Maar dan is het ook met een 3-0 voorsprong. Ja, is het ook gewoon belangrijk dat je consolideert en dan maar een keertje wat minder spektakel in de tweede helft. Heb je gisteren nog gekeken bij het eieren gooien of de spelers er een beetje fit doorkwamen? Nee, ik heb niet gekeken of spelers er een beetje fit doorkwamen. Ik ben wel even geweest bij het eieren gooien en de spelers ook wel. Maar ik vertrouw de jongens wel, dus dat zit wel goed. Het was er vandaag in ieder geval niet aan te zien? Nee, ik vond eerste helft, gewoon mooi toch zo jagen. Zoveel energie erin en hadden weinig last van het eieren gooien, zo leek het. Wanneer komt die platte wagen? Heb je dat al een beetje genoeg? Maar je loopt weer 3 punten nooit. Laat de platte wagen lekker aan het bestuur over. En wanneer die komt, ik hoop dat die komt. Dat is mijn werk. En de rest laat ik mooi aan anderen. Dus, maar we zijn goed op weg. Ja, komen doet hij toch? Alleen de vraag is wanneer? Daar lijkt het nu wel op. Maar natuurlijk is het altijd gevaarlijk om zulke uitspraken te doen. Wij bekijken het gewoon rustig van wedstrijd tot wedstrijd. En volgens mij dat gaat ons nu heel goed af naar 18 wedstrijden. Dus ik denk dat we daar gewoon mee door moeten gaan. Echt goed trainersjargon. Van wedstrijd tot wedstrijd. Ja, zo is het. De voorbespreking wat er besproken was, kon na 4 minuten weer de prullenbak in. Ja, helaas wel. Dat was niet zoals we het bedacht hadden inderdaad. Nee, hoe kwam dat? Ja... Kijk, nu leuzen gewoon een hele goede ploeg. We proberen daar natuurlijk veel arbeid tegenover te zetten. We missen wat jongens, dat is geen excuus. Maar als je dan leveren in de eerste paar minuten heel makkelijk de bal in. En hij ligt gelijk binnen. Ja, lastig. Ja, dat was lastig. En liepen jullie eigenlijk de eerste helft de hele tijd achter de feiten aan? Ja, dat klopt. Wat ik net ook zeg, nu leuzen gewoon heel degelijk, heel goed. Goed op elkaar ingespeeld. Ja, en daarna voor mij maken wij die 2-0 is ook weer een vanuit onze fout inspelpaas. En dan straffen ze gewoon snoeihard af. Ja, en dan creëren wij zelf ook heel weinig. Leggen we zelf ook gewoon te weinig intensiteit op de mat. En dan dat wordt het een lastig verhaal. De eerste helft, Nieuw-Leuzen kreeg meer kansen. Volgens mij hebben jullie geen echte kans gehad. Ik heb er ook geen gezien, nee. De tweede helft, ik denk Ommen zal wel getergder zijn. Maar jullie kwamen er niet echt door. Ja, en ik denk, jullie lukte niet. En bij Nieuw-Leuzen, die vonden het prima zo. Ja, dat denk ik ook. Wij, ik denk dat we wel iets meer grip hadden, maar je staat 3-0 achter. Dus zij hoeven niet meer, ze houden het gewoon netjes dicht achterin. We creëren niks, of niks, weinig. Het stond wel iets beter, denk ik. En we hadden wel iets meer grip. We wilden er ook niet met 5-0 af. Dus uiteindelijk 3-0 meer dan terecht, denk ik. Ja, maar dat doelsaldo, dat speelt natuurlijk ook even een beetje mee in de tweede periode. Ja, klopt. Ja, uiteindelijk 3-0 moet genoeg zijn als je wint van CSVC, maar vandaag is eerst met z'n even winnen daar. Ik denk dat in deze klasse Nieuw-Leuzen gewoon met afstand de beste ploeg is. Die worden terecht kampioen en daarna komen er 3, 4, 5 elftallen die goed aan elkaar gewaagd zijn, waar wij ook bij horen. Dus dan eigenlijk moet je wel voor de winst spelen daar tegen CSVC.
Ja, je had nog wat last van een elleboog of wat was er gebeurd? Ja, ik, of de hitte, maar of de leeftijd, dat kan ook. Ja, ik had een flinke bloedneus, man. Uiteindelijk allemaal weer goed opgedroogd. Ja, je had nog even een beetje onder ons met een scheids tegen het eind. Ja, het is altijd emoties, hè. Die man heeft echt prima gefloten, denk ik. En ik vind het altijd wel leuk. Nee, gewoon respectvol, prima scheids. En ik denk dat het gewoon net de pot was vandaag, denk ik. Ja, je mag dat wel even een beetje, scheids een beetje ook op scherp houden. Tuurlijk, dat hoort erbij. Ik denk nog altijd van, ik vind dat hoort bij het spelletje. Ik zag je in de rust nog even met de scheids praten. Hier tegen het einde op het veld nog even een boksen bereikt. Ik denk nou... Ja, goed. Ja, het is leeftijd. Een beetje ervaring, denk ik. Ik denk altijd als hij dan een keer twijfelt, geeft hij misschien een keer mee. Ja, maar goed, vandaag zat niks mee. Vandaag was er ook geen twijfel, er zat ook niks mee, nee, klopt. Nee, nog een fijne paas verder. Insgelijks.